meedoen. Ja, dan hebben we nu een vierde nodig. Ja, waar zitten we dan? Ja, ik dan. Jij zit niet. Ik wel, ik zit wel. Niet, bij mij niet. Lol, what the fuck. Ik zit gewoon op een stoel op mijn stream. Ja, ga ik eind van de maand zelf maar een mechanisch toetsenbord kopen. En dan koop zit je meteen, dan koop ik denk ook gewoon meteen die, Glorious Model O. Glorious Model O? Ja, of ja, die zit helemaal vol met gaatjes, zeg maar. Die is ook keihard licht gemaakt, zeg maar. Oh, die. Oh, de muis. Ja, die kost 50 euro zo, alleen die muis al. Ja, die... Oh, vriend. Ja, daar zat ik zelf ook aan te denken, maar ik ben helemaal vergeten dat ik die... Oh ja, wees niet zo doen. Ja, alsjeblieft niet klaarkomen op stream. Ja. Dank u. Dank u, zoon. Ja, ik heb echt geen vierde, man. Toch om maar zo moeten gaan, man. Of ben je nog met stream bezig? Ja, ik ben al opgestart. Ah, oké, okay, toch nog druk ik op ready. Ready. Ja, zo even 110 euro, hè. Even een muis en een toetsenbord. Ja, ik ga die ook halen, denk ik. Met je scrollwiel is kapot. Ja, die... Ik heb een hele oude muis, die heeft misschien 3 weken of zo, en die kan niet eens pingen, man. Kan niet scrollen. Ja, ze kan wel scrollen, maar kan niet pingen. Want als ik op druk, doet hij gewoon niks. Moet ik denk 5-6 keer drukken, dan pingt hij pas een keer. Denk ook van... Ja, mijn hoef ik alleen maar te scrollen en dan pingt hij hem al, dus... Dat klopt niet. Want ik heb net in mijn settings gekeken, dat was ook met scrollen door YouTube. Leg mijn vinger erop en dan nog ineens, hè. Een millimeter raak hem aan en dan drukt hij al een video aan. Ja, van kut. Die wil ook niet kijken. Krijg je een of andere kutfilmpje zo en dan krijg je die steeds meer en meer suggesties, zeg maar. Ja. Wil je gewoon bij je aanbevolen kijken en dan krijg je allemaal video's van diegene te zien. Terwijl die helemaal niet wil zien. Nou, ik ga er gewoon meteen bij zetten. Wat een homo, klote poel over. Zit zeker in chat. 1, ja. 2, 3, 4. Kikjes van papier. Wat hij ook zegt. Salty, jongen, wat is dat voor kutplek? Jongen, wat ga je meteen in het begin eruit, man? Ik ga gewoon naar de deur, uw dogs hoor, zoek het maar uit. We zijn met een man minder. En ik ben al niet goed. Dus ik weet niet waar je salty bent. Kom hier dan. Ja, ik weet niet waar we nu naartoe gaan, maar ik ga gewoon dirty dog, zak. Probeer gewoon zo ver mogelijk te kluiden, man. Je zet de pinpoint en springt er meteen uit. Terwijl we niet eens, ik heb niet eens gezien waar we naartoe gingen. Je sprong eruit, 3 seconden later kwam pinpoint. Ja, dag. Ja, wij zijn te laat. Doei. Je moet even van tevoren even zeggen gewoon... Ja, en bespreken. Je jumpt eruit, ja, zegt niks, je pingt hem en wij zijn al 2 meter verder. 2 meter als het niet verder is. Ja. Want wij vlogen 100 al bij Frenzy Farm ongeveer. Ja. En mijn hele squad? Ik bedoel, het zit op een lijn. Ja, wij zijn wel goed, dat wel. Ja, dat wel. Maar in je eentje ga je geen squats klaren. Afsluiten. Hoezo? Ik moet jou elke avond hier komen storen. Omdat dus de pushen zou ik gelijk naar je komen. Ja, ik weet niet hoe laat je naar bed gaat. Dat kan ik toch niet weten? Hoe laat is het? Ja, 11:30. Maar 1 keer lig je 11 uur, 1 keer lig je 11:30, 1 keer lig je dit, 1 keer lig je dat. 10 uur meestal, hè?
Oh, sorry. Hey, mam, niet zo tegen haar, mam. Nou, oké. Okay. Ja, doe gewoon 1 of 2 potjes, man. Dan ja. Wordt gewoon een beetje rustig. Ook niet. Doen we meteen mijn mond aan ook. Ik wacht wel op jullie. Hoe moet ik ruiken dat zij naar bed gaat als ik op zolder zit? Ik kop dit gewoon in het kopbed. Ja. Die nog niet eens noise cancelling heeft, hè, dus dan kan ik het nog steeds niet horen. Mijn ouwe had wel noise cancelling. Oh, kut. Yo, later, Sven. Wie is er? Zijn nou echt wie, Sven? Wie is er? Sven. Sven? Ja, waar jullie twee tegen aan het bakken waren. Jullie twee, dat was alleen hij. Ja, oké, okay, maar hun twee, zeg maar. Ik zeg jullie twee tegen elkaar aan het bakken ze waren. Ik hoor het al. Ja. Maar dat zeggen, hij zal wel iemand hebben, zo toch. Ik heb hele squad in mijn schlaat. Ja. Ja, misschien klaart ik die ook nog wel, hoor. Ja, dat is wel gezien. Mhm. Kijk hoe veilig een big pot te nemen, of? Ja, doe maar. Oké. Okay. Ik heb 1 mini bij, dus. Oh, ik heb 1 mini trouwens. Ik kan het zeggen, kijk dan de mini, of? Ja, ja, tuurlijk, man. Ik heb een sniper als je wil. Ah, mooi. Ik heb een gouden. Oh. Nee, grapje, ik heb een groene. Kijk of ik nog een mini had, man. Staan jongens, snel. Oh, zit een baas in een speciale kist. Blauwe. Ja. Wauw. De meest voetbal. Echt een P9 meenemen. Dan gaan we gewoon proberen zo dicht mogelijk bij te komen. P9 is echt goed, hè? Oh, jij bent beest. Ja, beestje. Ik kan het zeggen, een beestje, hè? Hij moet nog groot worden. Als je gewoon zo blijft spelen, dan wordt hij dan super goed. Nog beter. Wie? Hier zijn mensen geweest. Hier zijn mensen geweest, man. Uit, kom maar aan. Ik kom naar jullie, man. Zekerheid. Hier is allemaal kisten open. Ja, ze... Hij heeft er gewoon weer in. Wat was dat? What the fuck? Hij moet stoppen volgens mij. Hij heeft zijn microfoon uitgezet. Voor mij was zijn moeder die zei dat hij moest stoppen. Kan wel, ja. Heb je mij gezegd? Dan moet je stoppen. Zomer? Hey. Ja, naar dit potje zeker. Oké, okay, ja. Boef, sorry dat ik zeg, maar wij zitten wel heel ver uit elkaar, pik. Zit iemand te snipen dan maar? Hier, je hebt er gewoon weer 2 knocked, hè, meneer Jack. Kom maar aan, broertje. Ja, ik heb ze wel. Jezus, man, hij gaat gewoon solo squad hier, die man. Het was niet eens nodig. Nee.
Nee, heeft hij hem alweer. Huppakee. Jezus man, doe echt normaal. Hij snipt erin en hij shotgun erin. Holy shit. Zeg easy man. Easy man. Was wel laat. Ja. Dat is maar easy is toch? Precies. Waar zit die gast op loot man? Geen idee man, we zijn net als hier. Ja. Als het goed is komt er raak. Oh ja, 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 ja. Ja. Oeh, achter mij. Nee, ja. Ik kon net zeggen. Oh, lekker boef. Oh, best laat maar hebben. Hier. Ik heb hem nog gestuurd, maar hij was eerder. Ik gooi altijd snelle jellen man. Oh. Ja, snipes moet je mee uitkijken bij Boefje, daar is ze heel goed in. Ik kan niet goed met EO, maar met... Kutzooi, nu heeft hij die fucking medkit niet opgepakt. Maar daar ligt er nog eentje, ja hier ligt er nog eentje. Hey, Boefje, wat ge... Ja, hey, waarom bouw je mijn handpick? The fuck, ik spring omhoog, jij bouwt me... Wat? Bro! Ik word gewoon gekild door deze muur heen. Achter jou. Ja, denk even vanuit de stom iemand mijn Ik zie er echt niets. Oké, wacht even. Waarvan was je gesluit dan? Ja, achter blijkbaar. Ja, kort. Ja, man. Ze is slecht. Ah, komen ze maar achter mij. En komen met z'n tweeën op mij, man. Anders had ik al een sowieso eentje gehad. Flikker op, man. Verslaafde kutkind. Ja, nog geen eens. Anders had ik ze makkelijk gehad. Oh, kijk eens hoe hoog ik ben, man. Fuck. Ja, hij heeft nog een medkit, hè. What the fuck? Ga nu. Je was op de voet. Nee, joh, dat is een heel squad, man. Ik ben niet zo goed, joh. Nou, waar kan hij heel boeten? Alleen maar hier. Nou, dan wordt daar pampen druk. Je was wel heel ver van Tokio af. Kijk, je hebt Tokio, maar je hebt ook ver van Tokio. Nou, dan ga je al opwachten. Als je zo loopt, dan ben je al 5 minuten. Ja, 5 minuten. En dan gaat de storm alweer krimpen. En let op, de cirkel gaat hier. Ja, jongen, hij weet ook precies vanaf de afstand waar ik loop, jongen. Kanker op mijn kankerhoer. Flikker op, man.
Nice fucking aimbot Jew boy. Heb je pot iedereen, hè? Jongen, flikker op man, hoe zit hij daar van de gezondheid? Anders hij weet precies waar ik loop. Dan kan je gewoon aanzetten bij settings. Dus gewoon alles loszetten. Dan kan je zien waar mensen lopen. Juist niet. Dan heeft hij juist hoge settings. Nee, dan heeft hij render distance op far zitten. View distance heeft hij op Epic staan. Anders kan je niet ver kijken. Ik heb hem op neerstaan. Nou, ik kan niet verder kijken dan 5 bomen. Ja. Wat zeg? Wie moet gaan? Jij moest gaan, toch? Nee, ik ga nog één potje. Ja, ik was hem al geliefd. Ik zit nou in één keer in de lobby, what the hell? Kastuk. Ja, dat ken niet. Ik moet het doen toen ik in de storm zat, gewoon even stoel gaan zitten zo, en wacht ook sniper. Je voedde die, hè? Je kobbel was gewoon gelijk af. Oh, dat deed pijn, hè? Jij zit echt altijd laat, hè? Je zit altijd laat. Ja, altijd. Soms ook gewoon 7 uur of zo. Hoezo? Dan moet ik het wel zoeken. Kom morgen dan om 7 uur dan zwingen. Sjoerd ook weer. Ook al redelijk goed. Hallo, mag ik meedoen? Nee. Stinkt joh. Oh nee, dat zeg jij altijd, hè? Ikke. Slurpie? Nee, jongen. Slurpie. Kom, retail. Easy? Retail. Ja, dat zeg jij altijd toch, Zafer. Stinkt joh. Stinkt joh, ja. Die stinkt joh. Zoef 043. Zoef. En Bos 073. Ik heb er wel eens een keer gehad, hè. Ja, hoe moet jij het noemen, man? Hoe moet jij het noemen? Ik Regular Mr. President, hoe echt de naam is? Moetje. Moetje? Ja. Aight. Moetje. Hoeveel moetjes kan ik nu al niet gaan zeggen, man? Nederlandse Fortnite-spelers geklapt en die kwam dan mijn livestream, kwam dan mijn zeiken. Oh joh, ik heb... Hij blijft helemaal aan. Ik heb zo'n Twitch streamer gespeeld, hè. Of geklapt. Die had in het 43.000 volgers. Ja, en die zit gelijk te zeiken van, jij bent zo slecht, jij kan mij niet hebben, je hebt één bot. Hij zegt, kom 1v1 me, dus ik 1v1 hem. Gaat hij alsnog verliezen. Bro, ik kan niet naar SMG. Ah, flikker op, maar ik kan niet naar SMG switchen. Flikker maar lekker op. Kutspel.
Mij blijft hij niet. Mij gaat hij in één keer. Maar ik weet deze guy. Ga ik liever. Kutspel. Floten man, met drie man squad. Ik denk dat ik daar gewoon meteen PUBG ga doen. Nog niet eens mijn Fortnite. Echt. Dat wordt echt de laatste poetje, echt de laatste. Naar een jaar later. Helemaal klaar, drie potjes, ja. Had ik al helemaal gezien. Ik ook. Ik ben net even creative geweest. Nou, mijn editor gaat goed. Ik ga op normaal en mijn editor gaat slecht. What the fuck? Maar je ziet hem dat je dan die druk voelt naar iemand. Ja, op hoe zit je te douwen? En dan raak je soms in paniek. Kijk. Ik kom in creative en ik kijk keis naar editen. En ik kijk keis naar bouwen, ik kan makkelijk mensen klappen. Doe ik het in een normaal potje, doe ik het in een normaal potje, dan ben ik, dan lijk echt net een noob. Ben je dat niet dan? Nee, dat is je zeker niet. Mm-mm. Ik heb een keer in competitive game heb ik moraal een keer gekild. Ik heb Buga gekild. Buga, hoe kan jij Buga killen man? Die zit in de fucking NA servers. Die ken jij niet, als je op Europese servers aangesloten zit, kan jij niet op een NA server Europa Cup doen. Oh zeker niet. Oh zeker niet. Jongen, dat heb ik zo vaak geprobeerd. Ga nou niet zeggen dat dat wel kan, jongen. En servers en shit, dan moet je echt... Even serieus, man. Dan ken je alleen Europese servers, jongen. Je kan niet, als je op een Europese serverkast aangesloten zit, kan jij niet in een NA East Solo Cup zitten. Maar dat heb ik ook geprobeerd, dat gaat niet. Dus ga mij nou niks wijs maken, dat gaat niet, want je staat geregistreerd op een Europese server. Jezus. Nee, dat is. Je kan alleen een normaal potje, maar in een solo cash cup kan jij niet en Europa en NA East. Dat kan niet. En zou ik ze één ding zeggen, Boega heeft een 0 verloren. Dus Maar ik heb hem gewoon gekild. Ja man, als Boega, ja, die kijk ik hè, met solo cash cups. Heeft tot nu toe nog maar één verloren en dat is niet tot face regular. Dat is de T-view. Ja. Bootlegger, ging inboxen. Er was iemand in zijn fight. Dus schoot ik gewoon van achter. Toen ook niet. Toen ook niet op face regular. Dat ik mag hier. Hier zit iemand. Ik drop die boven. Kijk, Mongraal zou ik nog geloven. Of Luya. Of hoe heet die? Swennels of zo. Anders one-shotten. Maar. Nee, Boega, jij kan niet in een solo cash cup in NA East. Dat kan niet. Jongen, ga nog niet eigenwijs doen. Ik ben een fucking. Heel mijn familie die is gespecialiseerd daarin, hè? In ICT en in serverkasten en dat soort dingen. Ik weet niet of je het ASML kent? Hij, nee. Maar daar doen ze al die chips maken en shit. En daar wordt ook geprogrammeerd. Hoe en wat. Maar je staat geregistreerd omdat welk... Wat heb jij? Ziggo, KPN, Telfort, Vodafone. Waar doe je jouw televisie mee kijken? Hoe kon ik hem killen dan? Huh? Hoe kon ik hem killen? Nee. Want je kan of in een normaal potje hem gekild hebben, maar niet in een solo cash cup. Want daar kan je nooit in. Daar mag je nog eens op geregistreerd staan. Vriend, dat heb ik toch zo vaak geprobeerd, jongen. Dat doe ik elke season proberen. Dat kan niet. Dus je zit er liegen. Ja, in een normaal potje, maar niet in een solo cash cup. Nee, maar dat kan niet. En dat heb ik ook zo vaak geprobeerd, dat gaat niet. Ik ken een normaal potje kan je dat, maar in een cash cup sta je geregistreerd op Europees. Dus dan kan jij daar niet in. Ik denk dat. Jongen, ik probeer dat en ik weet hoe ze geprogrammeerd worden, jongen. Doe nog niet zo eigenwijs.
Wat gebruik jij? Vodafone, KPN? Pak Pickpot. Ziggo. Ziggo, nou dat is al één. Daar kan jij niet mee op de dinges inloggen. Want dat is gewoon een Nederlands Europees provider. Dat kende jij niet op Amerika. En KPN ook niet, en Tele2 ook niet, en Telfort ook niet. En Vodafone, dat zou nog net kunnen, want dat is eigenlijk gewoon een Amerikaanse. Niet eigenwijs doen, jongen, want ik ga daar een opleiding in en daar heb ik zelf ook nagevraagd. Daar sta je op geregistreerd. De professionele IT'ers. Dus nu niet gaan doen. Daar pak jij mij echt niet, pik. Ja, dat weet ik. En dan moet hij ook gaan kappen. Zaterdag wel naar die dingen kijken, maar naar die event. Ja? Ja. Ik ben helemaal geen Star Wars fan ofzo, maar ik ga het gewoon zien ofzo. Ja, daarom. Samen? Event? Ja, prima, ja. Shoot. Ja, die dingen zaten toch niet. Shoot. Ja, die is net zo vaarlijk. Dus kut, hè. Ja. Ik vind het nou nog wel toch wat duur voor je. Daarom. Nee, maar even serieus, daar moet je me echt niet mee proberen te pakken. Oh, iemand op de berg op West, die zit mij te snipen. Ja, ja, mis, boost, hele snipe, man. Ik snipe op mijn mind. Ik heb 100 git. Ik heb hem. Sukkel. Ja, en dan zegt ook niet waar die liefst is. Hij heeft alles gedropt. Hij zat hier binnen. Ik ken niet meer pingen. Ja, hij zat hier boven. Hier. Op mij. Kom, dan delen we even hier. Meer had ik ook niet. Ja, hoeveel ERCO's heb jij? 178, 32 shotgun en 6 granaten. Oké. Hoeveel sniperkogels? 30, maar ik heb geen sniper. Oh, hier ligt de sniper buiten. Oh, nice man. Oh ja. Die medkit kan ik ook meenemen. Nu weet ik hoe ik moet pingen, zo. Had ik op een ander knopje gezet. Zodat ze dat niet bleef doen. Nee, maar dat moet, dat vind ik wel irritant. Ze zogenaamd denken dat... Even, denk jij... Ik moet 30 keer douwen, jongen, dan krijg ik contrast. Denk jij nou echt dat je en Europese dingen kan kwalificeren en voor Amerika? Terwijl Amerika alleen maar voor Amerikaanse is. Er zit niet voor niks een tijdslimiet aan, hè? En waarom denk je dat hun eigen providers hebben en dat soort dingen? Kijk, met de telefoon 4G, dat is een ander soort ding. Dat is een serverkast voor het mobiel. En met computers zit je met een internetkabel verbonden. Waarop jij geregistreerd... Ja, daar zit je op geregistreerd op een Europese server. Want ik zit zelf... Heb ik dat zitten proberen, even kijken, vorige week of zo. Ik kon ook niet op de Amerikaanse server. Dus hij zit gewoon, en season 9 en season 10 ook, lekker. Ik
Oh, en maar links. Flektjes, ik kan alleen maar naar beneden schieten, maar nu even. Hoeveel rockets heb jij? Ja, Wacky. Lekker op mijn tank. Ja, we zitten ook squad duo te doen, hè? What the fuck? Ja, man. Echt zo triest, man. Echt triest. Ja, bro. Flikker op. Waarom doe je shit, joh. Vier man tegen twee en dan moet ze nog als een negen. Ja, man, jongen. Nee, echt zo fucking pussies. Grootste pussies, man. Echt. Niet normaal. Nou, even iets opzoeken. Nou, ik ga nu even wat zachter doen, dus ik zet mijn koptelefoon zachter, dus als ik af en toe niet hoor, dan... Nee, dat maakt niet uit. Oké. Ja, niet raad live, we hebben gelijk 10 kijkers op de... Ja, jongen, je zit alleen maar te kwadkoeken. Achter de camera. Doe een duwpotje of zo, of... Gaan we nergens rond doen, net als gisteren. Shit, wacht, ik zit de verkeerde... Yo, Paro. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ja, moet iemand een nummer weten van een video. En dan zie ik me net te kijken wie welke video welke nummer dat is. Hallo? Mag ik meedoen? Oh, ben ik nog goed niet, Harry? Ik zit al heel te wachten.
you, by the way. Nitraat, 17 kijkers. Ik denk wel een beetje staan voor de webcam kunnen gaan zitten. Ja. Gaat roken. Of nu meer kijkers. En over beat en jonkels klappen en dat soort dingen te zeggen. En zeggen dat ik gewoon Indische jonkels goed vind en dadelijk ga klappen en... Ja, niet anders, zei die volk. Toch iets van jonkel van een ander land, weet je wel. Ja, Thai, wiet en dit, dat. Ja, nee, iedereen vindt dat leuk, zelfs kinderen. En dan vraag ik iets aan hem. En dan zegt hij, ja, te kijken ook kleine kinderen, ja. Alsof hun ook iets aangaat wat wiet en zo lekker is en... Ja, en ik, tijdens de livestream vuurwerk net zo wel helemaal niet maken. Nee, ook nog eens. En ik wist dat mijn camera ging vallen. Als ik hier politie meekijk, dan kan ik gezeik mee krijgen. Mm-hmm. Niet dat ik daar begin, maar dan moet je me opletten. Precies. Ja, er komen mensen aan. Heel laat. Ja, de bots. En ik heb nog steeds geen... Ik heb gewoon geen wapen. Nee, maar even serieus. Sorry, maar dat kind kan misschien een klein joch zijn. Of jong, maar daar moet je mij niet proberen mee te flashen en zeggen dat dat wel kan. Kijk, Mongraal had ik nog wel geloofd, want zo slecht is hij niet. Yo, Kast, thanks voor de follow. Bedankt voor de follow, man. Heb jij knocked? Had geen wapen en hij opent gewoon dat kistje hier niet. Oké. Okay. Nee, die andere komt. Ja, ik kan niet pingen. Sokkerskin. Ja, dat was die van mij ook. Was one, die was zo dood. Oh. Ja, thanks, man. Oh, sorry. Misquit 50 XP. Ah joh, het is maar 50 XP toch? Hey Kals, thanks voor de volgende man. Oude sniper, nice. Er zijn zelf minis of iets. Mhm. Oké. Okay. ik was al onderweg met minis, daarom. Klote, maar als je het met 3-man squad doet, als er eentje genokt is, dan ben je met 2-man tegen compleet squads, man. Kijk, soms is het wat chill. Kijk, dan heeft die ene weer een beetje low geknald, maar het is meer... Hij ging weg en wij krijgen in één keer een volle squad op ons.
Die nog geen één enkel shotje heeft gekregen. Zeggen. Volgens mij moeten we ver wel ook zeggen, maar blijkbaar valt het mee. Kom ze hierheen. Ga je Ankie ook zo aan haar slaan zo? Oh kut, zo. Kut hoor. Hier kom ik. Mijn. Oké. Oh, Ankie. Nee, dat was een grapje. Hey, Ankie en Demi gaan samen wonen, hè? Gewoon dat ze het kunnen redden financieel, hè? Dus als jij nog iets met Ankie hebt en je gaat er naartoe en ik iets met Demi. Ah joh, dan zien we elkaar wel vaak. Ja, niet dan? Ja, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah joh, met jou wil ik altijd kunnen, schatje. Nou, als je zo kan, dan weet ik dat ook niet. Oh, doe ik stil. Ah. Ja, ze is nog maagd, of moet ik alles leren? Ze is nog maagd, ja. Wat is dat type? Ah joh, ik ken het in ieder geval wel goed leren, iemand. Is dat waar? Iemand die maagd is, die neukt lekkerder dan iemand die ontmaagd is ofzo. Wow, hoe is dat dan? Ik heb liever eentje die weet waar ze mee bezig is. Ja, oké, okay, maar hè. En altijd leren, nooit oud om te leren. Oh, ja, oké. Okay. Wow, wow, Boefje, wat een spoiler. Hij heeft te lang droog gestaan. Gewoon op station of zo, shit. Ah joh. Beetje kink shit zo. Demon, ik wou het gewoon in de kleedkamer doen. Kleedkamer? Waar, van de winkel of zo? Nee, van. Ik zei, ja, bij de Primo, ik zei van. Kom, we gaan gewoon naar de kleedhokjes. Gek, even lekker batsen. Zeg, doe hem allemaal gek. Zeg, van nou. En vandaag zat we in één keer bij Jim. Oh, en ik. Ja, ik moet kijken of je erin past. Ja. Nee, dat ben ik. Oh, daar. Jezus, man. De hele service kan wel dood. Hey, kom naar die vrachtwagen. Hey, wat is dit nou twee keer? Hier hebben we gelijk daar gewoon 100. Oké. Okay. Hier, een goede bosje uit. Fortnite, lekker bezig. Ja. Oké, okay, dat was wel een snelle manier. Gewoon de piramide neerzetten en dan gaat de klok in trekken. Deze shoot is nog niet aan mij zien. Ik moet hier de ding er al open hakken. Ja, maar dat heb je wel met. De supply drop. Dank je. Jumper of... Ja, mij maakt niet uit. Oh, hij is gepakt. Dat is wel slimmer. De cirkel, want die komt over binnen een halve minuut. Mhm. Oh, wij zijn daar botjes van.
Ik zie niet waar je bedoelt. Zijn er daar? Ja, daar. 105 hit. Hij is allemaal... Daar. Hij is allemaal gek aan het bouwen. Oh. Dat scheelt niet veel. Nee, allebei niet. Kom naar de cirkel. Ja, we kunnen naar de cirkel roteren. Ik weet de cirkel. Een paar seconden nog. Kunnen we daar hier die zipline pakken naar boven? Mhm. Wacht even gewoon op. Ik stream nu ook gewoon 1080p Fortnite, hè? Dat had je verteld gisteren. Dat je weet. Had ik zeetje, man. Had ik dat gezeetje? Had ik dat gezeet gehad, ja? Ja, dat zint ik nog. Dat zint ik nog. Over. Ik denk dat is ook geen te komen. Maar ga jij je muis halen, of wat? Ja, ja. Kende jij dat wel, naaien? Nee, het is een naaien. Een naaien muis. Een naaien. Klinkt als een eigen, maar het is een eigen. Een nieuwe. Ja. What the fuck, echt. Brabant is soms echt gek, jongen. Een eigen. Een eigen muis. Een eigen. Hebben we een eigen? Hebben we iets nice gekocht? Een nice. Een eigen. Zijn die Johnny's? Ik weet niet hoe ze gegaan zijn, maar ik ben ook om deze berg in aan het lopen. Ik denk dat ze vier missies zijn gegaan, man. Ja, kom, we roteren ook die kant op. Daar, die bos is gekloten. Zit er ook ijs in een bosje zo? Lach ik mij kapot. Gewoon ik voor leef, want ik kan. Wat de hel, jongen. Dat kan toch niet? Je kunt er niet meer zo hard zijn. Nee. Ik zie ze. Ik zie ze. Zou ik echt langs ons moeten komen? Ja, dat is gewoon een gebouwtje. Gewoon ja. Zitten. Ja, ik weet niet of er mensen zitten, maar. Ga we even kijken. Maar ik ken dat huisje, kon ik maar net zien, hè. Ik heb alles op blauw, dus ik weet niet waar die guy zit. Oh, nee, hier. Wel loot. 105? Oh, die ga ik gewoon een keer moeten rennen, maar dat was ik eigenlijk. Als er maar uitkomt. Wow, die is fucking goed. Maar zijn er geen, is er geen bio, man. Toch. Kijk zo die gebouwd heeft, jongen. Die gast is kei snel. Weet dat deze nu niet al oud hard pushen, man. Nee. Ik dat hij zo klapt. Ik stuk altijd. Oké, hij kan heel snel in met de sniper. Hun klap ons zo. Ik ben ook snel, Jelle. Denk ik. Ik
laat zien dat hij in de bus daar komt. Hey joh. Ontwijf het. Lekker. Ik heb nog maar één sniperkogel, dat is kut. Ja, ik heb er 52, man. Ja, lekker. Kijk uit. Ja, hij piekte net erom. Got this, man. Trust me, man. I'm the sniper man. Ja, vriend. Hij gaat nu pushen. Sukkels. Ja, wat? Hij heeft mijn één kogel weer. Dat kan niet. Oké, ik ga naar beneden, helemaal naar beneden. Ik ben helemaal naar beneden, onder je gebouw. Ja man, hij kan mij echt zien kruipen, of niet? Nee, hij raakt mij weer. Hier, nee, revive. Wat? Hij was... Ja, ja jongen, hij man. Dit is echt. Pik, jij hield mij. Ik stond op en hij ging meteen weer zitten. What the fuck? Ik ook. Ik ga een pupje doen ofzo. Goed. En denk stream, kom op, hallo, opschieten. Op stream. Papa game. Komt er nou een of ander mogoltje in chat? Iets anders om een stressspel. Ja, snap ik. Tempeltjes gaan en ik al video's lopen dislike, jongen. Dat ben je echt wel. Het fucking zielig. Nee, hij draait muziek die ik niet leuk vind. Heb gelijk alles disliken. Flikker op, man. Ik weet niet wat ik kan doen. Sowieso dit spel afsluiten. Mm-hmm. Ik bedoel welk spel. In ieder geval niet dit spel. Nee, ik ga gewoon een beetje YouTube kijken, man. Ik heb... Ja, ik blijf sowieso live even nog.
Ja, ik sluit hem af, man. Thanks voor de gift. Geen probleem. Misschien dat ik nog wel op stream kon kijken. Is goed. Yes. Joep, ik kijk wel misschien Apex dat ik kan doen of PUBG. Dus ja, ik zie wel. Kijk maar, jong. Kijk maar, Miel. Ja. Is goed. Is goed. Nou. Later. Later. Doei. Bye. Ja, nee, je zit dan op mijn stoel. Ja. Kijk wel later. En ik heb het spel afgesloten en ik hoor je nog steeds. Nou, dan gooi ik hem ook uit. Confirm. Yo, Boefje. Hou hem een PUBG niet op starten. Oh, eindelijk. Heeft ook lang geduurd. Blijkbaar moest je melding gewoon de hele tijd komen. Klik net Apex aan. Ja. Oh, ik krijg weer een video. Boefje. Oeps.
Hm? Zoom mijn wachtwoord aan of zo. Ik kan het zeggen. Even kijken of die nu al die game capture pakt. Wacht, is dit? Heb ik hem wel op? Wel op full screen. Dan maar zo. Nou, de lobby is leeg, dat boeit me niet. En de game is daar ook goed. Ik kan ze ook een beetje mij zien. Boefje, ben je er nog?
Half om half gehakt. Oké, deze game gaat
Exact. What? Wat? Vriend, hij gaf ineens een headshot. En ik had hem net al gedamaged. Flik op. Flik op, deze. Wauw. Nee, ik had dat 2 gekild, ja. Duur lang. Dus denk mijn laatste potje om morgen moet ik weer werken en school. Dus ja.
Gaat hij daar in een hoekje zitten als laatste zit te wachten terwijl ik naar buiten kom? Ik doe nog één laatste potje en dan kap ik hem mee. Alweer, yep. Dit is one versus squad. Even kijken of ik dit ga doen. Wat bedoel je maar alweer? Werken en school? Yep. Dood? Yep. Dit is one man versus squad. Dus ik ben nu hinter tegen squads. Even kijken hoe dat oploopt. Okay, let's go. Ik kan het zeggen, niet zeggen dat ik hier alleen land, hè.
mag ik nog een fucking helm? Of heb ik dat al zogenaamd niet meer nodig? Ik heb een fucking sniper, denk ik, met 200 van deze dingen. Boefje, ben je er nog?
Ja toch? Easy peasy, even kijken, lukt er dan nog in? Ja. Maak hier een klep van, alsjeblieft. Dit zijn we al op PUBG shit, hè? Weet je nog? What the fuck? Like, hoe moeten wij dat weten? Dat is wel 1 en 2, ja, die kan voortaan heel groot zijn. Wat is zijn loot? Ja, chill. Bro, wat is een kistje? Thanks, bro. Oh, dat is een kistje volgens mij. Of niet, we zien hier. Nee, dat niet. Dan maar geen loot. Had toch shit uit de level 1 helm, dus ja.
lach als ik er win. Dit ding is, hè, de squad versus solo. Solo versus squad. Ik ben solo en ik moet tegen een squad. Woehoe. Oh, wacht. Ik kan ook mijn alt gebruiken. Hoef ik niet zo te stressen. Aight. Ticking dan wel weer, hè? Maar iets anders? Nee, dank je. Waarom duurde dat zo lang? Wat? Hoezo schoot mijn kogels niet? Hoezo schoten mijn kogels niet? Ah, GG, well played. Ik had gewoon niet moeten rusten, ik had gewoon een kneep moeten gooien. Ik had gewoon rustig moeten looten, kijk, we hadden een beetje een granaat gooien. Ik rustte te veel. Mijn wapen schoot niet, man. Holy shit. Een KD van 5 is bij solo's. Ja, kijk. Ja. Overal zit het vlot aan, kijk. Hier een KD van 5.53. 2 wins. 70 kills. Most kill game. Oh nee, 15 matches. Most kills, 15. Klopt, die was nog. Oké, waarom loopt die FPS in één keer zo laag? In de lobby doet hij heel raar. Nee, kijk. Most kills. Killstreak 2, gewoon 2 achter elkaar. Headshot kill, 24, longest kill. 390 meter. Ja, maar ik ook. Binnen nooit allemaal 3. Bruh. Nee, first person ook nog niet. Hier, win ratio 13. Headshot 17. Maar kill 70. Dus ja, hè. Ik doe het nog goed. Gewoon 15 kills. En dan de win pakken. Most kills. In één potje, zeg maar. En dan ook winnen, anders stelt hij niet mee. Ja, toch? Ja. Oké, ik ga slapen. Ik moet morgen weer werken, na school. Dus het gaat een lang dag worden. Iedereen wat rusten. Boefje, ik spreek je. Misschien dat ik morgen ook kom, online. Ik zie wel. Ja. Je zag het. Squad solo. Dus we kunnen die duo ook wat makkelijk aan.
duo squad bij ons. Of bij PUBG. Ik morgen 4 uur werken. 4 uur lang of? Ja, is goed. Ankie die zo binnenkort wel reageert. Dat regelen we wel. Moeten gewoon kennen, die groep gewoon keer grappen maken. Nee, dat weet ik. Die komt ook net van het werk af. Die is om 11 uur of zo, of 10 uur is hij afgewerkt. Die had later dienst volgens mij. Ze heeft 2 banen. Van 1 tot 5. Zo. 4 uur lang. Holy shit. Ik heb morgen heb ik 3 uur, 4 uur school en dan heb ik 8 uur werk of zo. 6 uur. Big sorry, man. Thanks for the follow. Ik wou net gaan. Maar thanks, man. Nee, maar Ankie heeft 2 baantjes, weet je wel. Bixel, nee man. Ik kijk niet random. Kijk als zijn ding is. Dat, ja, mensen vragen dat en die gaan dan allemaal dit doen en dat doen. Ik vind je moet het verdienen en niet bij streamers vragen. Maar ja, dat komt goed. Ik, misschien kan ik erover nadenken, Bixel. Moet je gewoon een keer terugkomen. Dus, nee, maar dan moet je voor een keer gewoon even terugkomen. En misschien kan ik het wel doen. Misschien ga ik dan wel op kijken als ze video's reageren. Dat soort dingen wil ik wel gaan doen, in ieder geval. Maar ja, iedereen wat rusten. Tot morgen, na 10 uur. Want ja, dan ben ik pas weer terug. En, ja, slaap lekker iedereen. Komen sowieso meer streams, hebben sowieso. Boefje tot morgen en tot volgende keer. Nee, dat snap ik zelf ook wel. Ik zal dat niet weer niet voor de views, maar het is meer voor reactie, zeg maar. Om te kijken, je bent benieuwd, zeg maar. Trusten, man. Ja, snap ik, Bixel. Dat bedoel ik ook mee. Maar het is meer van, ja, als je bij streamers gaat vragen, hè, ja. Ja. Om een krop zeggen. Ik vraag het ook niet eens bij streamen van hey, check mijn video. Maar Bixel, kom maar gewoon voor een keer terug en dan kunnen we het kijken. Iedereen moet rusten en tot de volgende keer. Nu ga ik echt.